we gaan voor sterke gezinnen. De basis voor een gezonde samenleving. We horen heel veel mensen praten over gendergelijkheid en zeggen 50-50 vrouwen. Wij van de DRS zeggen, we moeten dat in praktijk brengen. U mag weten dat onze wervingscampagne geleid is door twee vrouwen, Jean Kewal en Claudette Etnel. En het is succesvol gegaan, want vandaag kunnen we hier met meer dan 4000 leden inschrijven. We zijn bezig na te gaan als wij niet een wettelijke grondslag kunnen maken voor dat van gendergelijkheid in de hoge organen van staat. We zijn bezig dat te bekijken, waardoor daadwerkelijk die vrouwen een gelijke kans krijgen om samen met de mannen op te trekken en dit land tot een heel gezond land te maken. We hebben leden in alle districten, maar we hebben ons georiënteerd en hebben gezegd van luister, voor de verkiezing van 2015 kiezen we voor Paramaribo en Wanica, zodat we een goede focus kunnen hebben en een goede campagne kunnen leiden in deze twee grootste kiesdistricten. Wij gaan niet op zoek naar grote sponsors die na de verkiezing dan hun betaling terug eisen. Wij doen het met die samenleving. We hebben ervoor gekozen om met God en het volk te gaan naar die verkiezing. We hebben niet gekozen voor een partner die zogenaamd zetels gaat brengen. Het volk brengt de zetels. En wij gaan daarom met het volk die verkiezing in. Kies voor ons, u zal niet beschaamd worden. We maken op precies zoveel zetels als die samenleving ons wil geven in die twee kiesdistricten waarin we participeren. We gaan geen gesture maken van 29 en 30, want wanneer we ze allemaal bij elkaar tellen, dan komen we boven de 100 zetels en we vragen ons af van waar al die zetels moeten komen. No more stress! DRS! No more stress! DRS! Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit land en dat kan je niet anders dan in het regeercentrum. We hebben ons opengesteld voor samenwerking, ook in deze fase. Maar die ontwikkelingspartners hebben zich niet aangediend. Er hebben wel partners zich aangediend of potentiële partners. Maar het ging dan niet om gelijkgerichtheid in ontwikkelingsdoelen. Het ging meer om hoe kunnen we bij elkaar komen om een alternatief te vormen. Om die zetels bij elkaar te rapen. Om dan in het regeercentrum te komen. Wij zeggen nee, we keuren het om. Wij kiezen voor ontwikkeling van deze samenleving. En zolang wij de garantie niet hebben dat wij dat kunnen bereiken met een partner, gaan we niet met die partner in zee. DRS, no more stress, yeah.